Er was een vrouw die twee dochters had, Rita en Mina. Rita was erg lief, maar Mina was vreselijk lui en dom. Toch hield de moeder meer van Mina, de luie dochter. En daarom moest Rita altijd het vervelende werk doen. Op een dag liet Rita bij het spinnen haar spoel in de put vallen. En ze durfde zonder spoel niet naar huis. Wanhopig sprong ze in het water van de put. Ze zonk naar beneden en kwam terecht in een hele andere wereld. Wat hoorde ze daar? Ze hoorde roepen: haal ons eruit, we zijn gaar. Rita liep vlug naar de kant waar de stemmen vandaan kwamen. Kijk, daar lagen in een oven dampende broden. Rita haalde ze er vlug uit en toen ze omkeek, stond er opeens achter haar een vrouwtje. Jij bent een vlijtig meisje. Zou jij bij mij willen werken? Dat wilde Rita wel. En vanaf dat ogenblik bleef Rita werken bij vrouw Bolle. Ze boende en schropte en schudde de bedden zo hard dat het dan op aarde sneeuwde. Maar toch, na een tijdje kreeg ze heimwee. Ze wilde dolgraag naar de aarde terug. Ze nam afscheid van vrouw Bolle en toen ze haar huisje verliet, werd ze als beloning helemaal met goud overgoten. Zo kwam Rita thuis. Maar toen haar zusje dat zag, werd ze verschrikkelijk jaloers. Ja. En weet je wat die luie Mina deed? Ze sprong ook in de put. Beneden aangekomen, hoorde ze ook roepen: pluk ons, pluk ons, we zijn rijp. Dat waren glanzende appels aan een boom. Maar Mina was lui en plukte ze niet. Maar ze ging wel werken bij vrouw Bolle. Nou ja, werken. Eigenlijk voerde ze niets uit. Vrouw Bolle werd dan ook verschrikkelijk kwaad. En toen Mina afscheid nam, kreeg ze in plaats van goud pek over zich heen gegooid. Pikzwart kwam ze terug op aarde. Niemand herkende haar meer. En de haan kraaide: kikkeriki, kikkeriki, de zwarte Mina is weer hier. Dat moet je te zien, hè?